Zo, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Mealtijd. En dit is een speciale aflevering, want dit is de eerste livestream Mealtijd aflevering. Dit is wat je gaat zien, deze aflevering. Die zegt met alles gesprek, ik vind dit niet echt een goed redesign. Ja, dat moet je natuurlijk hier niet zeggen, want we zitten hier in Rotterdam. Nou, zoals je kunt zien, de setting was compleet anders, maar dat komt omdat het een gedeelte is van de livestream die we op Twitch hebben gehouden op donderdagavond 8 uur. Dat gaan we elke week doen en dan uploaden we het Mealtijdgedeelte op zondag, zoals je nu zit te kijken op YouTube. Dus dan is het voor iedereen beschikbaar. Wat je nu dus gaat zien is de Mealtijd van de livestream. Heel veel plezier met kijken. Oké, nou, beste Rino, het eerste mailtje is van Ruben. En die zegt, ik heb een redesign gemaakt voor Spotify, de app waar ik nog wel eens verdwaald in raak. Heb ik ook wel eens last van. Ik heb de andere redesigns gezien, dus ik dacht, laat ik het ook eens proberen. Ik heb dus ook voor design gekozen dat vele functies op één scherm heeft. Nou, dan ben ik erg benieuwd. Ook heb ik een gifgroene kleur, die ik wat minder mooi vind, veranderd. Voor een paarse kleur die rust uitstraalt. Ik zou graag feedback willen op de uitleiding en de algehele uitstraling. Met vriendelijke groeten Ruben Aalbrecht. Ik zit nu in de stream. Wow, dat is cool. Hij zit nu in de stream en hij heeft een mailtje gestuurd. En we gaan natuurlijk eventjes een app bekijken die in de mail is binnengekomen. En dan ga ik mijn scherm even verkleinen, want dan kunnen we hem volledig in beeld zien. En dit is het eerste scherm wat hij heeft gemaakt. Ja, ik moet eerlijk toegeven, je home scherm ziet er wel netjes en strak uit. En je hebt ook het Spotify logootje op een redelijk leuke manier verwerkt. Wel ben ik benieuwd waarom je de gifgroene kleur, of gif, het is niet echt gif, het is een beetje zachtgroen van Spotify, hebt weggehaald. En daarmee zeg je dat je hebt vervangen voor een paarse kleur, maar het homescherm is dan weer meer warm. En dat geeft ook weer een hele andere uitstraling dan paars of groen. Dus ik had ook wel benieuwd geweest waarom je dat dan had gedaan. En jongens, even voor de duidelijkheid, de livestream is gezellig, maar het is ook net iets dieper ingaan op design, zodat we echt met elkaar kunnen praten. Volgende keer dat we mensen laten inbellen, want dat was het idee eigenlijk, dat jullie dan kunnen reageren. Dat ik vraag van, hé, waarom heb je dan die achtergrond gekozen? En dan kunnen jullie daar live op reageren en dan kan ik weer reageren op jullie mailtjes. En ik ben ook benieuwd of jullie ook meerdere mensen, voor meerdere mensen feedback willen. Ik denk namelijk wel. Dus nou ja, daar is ook nog verbetering in. Oké, nou we gaan het tweede scherm even bekijken. En ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Juist, kijk eens aan. Dit is het tweede scherm. En ik moet zeggen, het is niet heel verkeerd door wat hij heeft gemaakt. Maar, als ik mij niet vergis, Rick, wat denk jij? Heeft hij screenshots gemaakt uit Spotify op de computer? Volgens mij is er hier iemand geweest. Er is iemand geweest. Die heeft volgens mij een screenshot gemaakt op de computer. Eens eventjes kijken, jongens. Kunnen jullie mijn Spotify scherm ook zien in beeld? Klopt dit? Ja. Kijk eens, jongens. Ja, ja hoor. Okay. Dit heeft hij waarschijnlijk gekopieerd. Want hier is het ook van links naar rechts. En die ontdekkenlijsten, waar staat dat dan? Hier. Even kijken. Ontdekken. Wat denken jullie? Ja, daaronder. Heeft hij dit gedaan? Dit. Nou, misschien jongens, heeft hij dit stukje gekopieerd. Of hij heeft hem gewoon wel zelf gemaakt. Maar wat ik een beetje zie in het design is dat het net iets te klein is. Het lijkt echt alsof je het hebt gekopieerd van de computer. En op een smartphone moet je wel rekening houden dat je duim wel de knopjes in kan drukken. Maar desalniettemin, het is zeker een goed design. En ik zie ook al Raspak, die zegt met alles gesprek, ik vind dit, niet echt een goed redesign. Ik dacht dat hij zei wel een goeie. En het lijkt gewoon alsof hij alle Spotify-schermen onder elkaar heeft gezet. Ik vind het wel leuk dat er nu comments binnenkomen live. Dat is wel grappig. Maar ja, ik ben het daar wel een beetje mee eens. Maar het is ook niet een hele slechte. Want het is wel redelijk in de stijl zoals het nu is. Maar qua uitlijning, net als dit soort dingetjes. Jongens, zet dat gewoon eventjes van die rand af. Zorg dat deze lijn netjes staat op die. Oh, wow, hij is nu aan het commenten. Wat cool. Ik heb screenshots van de app gepakt. Het ging me meer om de verandering van de indeling. Oké. Hij heeft dus wel screenshots van de app gepakt. Maar dat heeft hij waarschijnlijk iets kleiner gemaakt. Want normaal op de app staan er volgens mij maar twee icons naast elkaar. Maar ik ben dus wel benieuwd hoe je die indeling hebt gedaan. Wat ik wel zie is dat je dus veel meer functionaliteit op één scherm hebt gezet. Maar laat staan. Je kijkt deze app op een kleine iPhone. Dat is waarschijnlijk iets te klein. Al heb je nou een Galaxy Note,
dat is nog te doen. Maar let ook op dat mensen ook een kleinere telefoon hebben. Dus dat is even mijn feedback voor jou. Ik vond het super tof. Ik ga even door naar de volgende. Kunnen jullie het ook zien, jongens? Ik hoop het wel. Ik heb sinds kort een designkanaal genaamd Dupe Designs. Alright, hij heeft een mailtje, of hij heeft ook een designkanaal aangemaakt. En hij heeft voor 3 mensen een banner gemaakt. Banner 1, oké. Nou, als eerste wil ik even zeggen, wat ik prettig vind is als jullie 1 design insturen en daarop echt je onderbouwing zet, zodat we echt gericht feedback kunnen geven en niet in 1 keer 3 mailtjes sturen. Wat je beter kan doen is deze week een banner, volgende week een banner en die week daarna. Dan hebben we elke keer ook leuke content. Dus we gaan even de eerste banner behandelen. Die heeft hij gemaakt voor PartyCraftNL. Hij heeft de kleur groen gekozen omdat de huisstijl van het kanaal groen is. Ja, wat kan ik daar tegenaan zetten? Hij had geen Skype, dus ik heb de thumbnails in de banner gezet. Hij had geen Skype, dus ik heb de thumbnails maar in de banner gezet. Ja. ik vraag me af, je kunt gewoon, als jij iets voor een klant maakt, dan is het wel prettig als je gewoon op een normale manier kan communiceren en de afbeeldingen kan krijgen die je nodig hebt. Dus zorg dat je dat telefoonnummer hebt, bel met die klant en hou die relatie strak, jongens. Dat is ontzettend belangrijk. Het enige probleem is dat het niet lukt om in te stellen. Weet jullie hoe dat komt? Nou, waarschijnlijk komt dat doordat het formaat niet helemaal goed is. Maar we gaan er gewoon eventjes naar kijken hoe dit er nou precies uitziet. Oh, en ik klik hem per ongeluk weg. Gaat fout. Ja, nou, het eerste wat ik eigenlijk zie is dat het net allemaal iets te druk is. En ik zou ook uitkijken om je social media zo dominant in beeld te zetten. Je kunt beter gewoon het persoonlijke en je kanaalnaam kun je wat meer naar voren zetten. Zodat het wat rustiger uitstraalt. En ook dit soort dingen als een laptop. Is dat nodig? Ik weet het niet. En we gaan even de laatste en dat is Nick Kramer, 17 jaar. En hij zit in het eerste jaar media vormgeving MBO in Hilversum. Oh, dat is grappig. Hetzelfde school als Tom staat er ook bij. Ik zie hem vaak lopen. Dat is super grappig. Oké. Nou, na alle afleveringen van Miltit hebben bekeken, dacht ik, zou leuk zijn als ik ook eens een inzending zou doen. Nou, zeker waar. Hij is een grote Ajax-fan. Ja, dat moet je natuurlijk hier niet zeggen, want we zitten hier in Rotterdam. nee, grapje. En ik heb de app die zijn gemaakt voor een sportsvereniging van Ajax. Ajax Live. Ik zag de app in de Play Store. Of hij zag in de App Store dat er nog geen app van bestond. Dus hij is een app gaan maken. Eens eventjes kijken. Oh ja, het is dus eigenlijk een versimpeling van de website. Hij heeft de app ontworpen in dezelfde huis als Ajax Live. Dat kan je zien op de normale website. Dat was ook mijn bedoeling voordat ik begon. Alright. Nou, hij wil feedback op de grootte van de tekst, de uitleiding en of het overzichtelijk genoeg is. Hij heeft 3 afbeeldingen gestuurd, waarvan 2 mock-upjes. We gaan even uitzoomen, zodat we een fullscreen in beeld kunnen bekijken. En de homepagina is een beetje leeg. Dat is waarschijnlijk gewoon het laadscherm, denk ik. Ik denk het wel. En het tweede scherm, oh kijk eens even aan, dit is prettig, jullie weten dat ik hier zelf al van hou als je het gewoon netjes in een paar mokkofjes zet, in een gouden, een zwarte en een zilveren iPhone, wat is het, 5S denk ik. Het ziet er op zich netjes uit, alleen ik zou wel uitkijken met dit soort dingetjes, even kijken, kunnen we hier nog verder inzoomen, nee dat kan niet, maar waarschijnlijk kunnen jullie het hier wel zien, maar de tekst is, ik heb dit al eens een keer behandeld in de tijd, is op een krantachtige manier gedaan. In apps zou je zeg maar meer een schreefloos lettertype moeten gebruiken. Dat betekent letters waar zeg maar de onderkant niet zo'n lijntje aan zit. Dus bijvoorbeeld wat je hier ziet bij die X, zie je zo'n lijntje aan de onderkant zitten. Dat zie je vaak in kranten en in tijdschriften, want dat leest prettiger als er heel veel regels onder elkaar staan. Maar in een app zit er vaak niet zoveel regels onder elkaar, dus dan kun je beter dit soort fonts, zoals je dat hier hebt gebruiken. Dus dat is in ieder geval de tips voor de fonts. Sowieso zou ik dat ook wat groter maken. Wat hier allemaal staat, is wel heel erg klein. Ik vraag me ook af, ja, waarom je die vakjes net die wat groter hebt gemaakt. En ook deze social media icons. Ja, dat is eigenlijk de feedback die ik zo simpelweg kan verzinnen. Ik vind het best wel redelijk goed. We gaan nog even snel fel doorscrollen. Ja, hier zien we de vergrote versies. Nou, hier kun je nog beter zien wat ik bedoel met die tekst. Het ziet er een beetje uit als een krant. Ik zou hem iets meer in een app-achtige manier presenteren. Dus dat is denk ik wel mijn feedback voor jou. En ik denk dan dat wij nu overgaan naar het onderdeel van dat ik ga vragen of jullie nieuwe mailtjes willen insturen naar insturen@hoegaatdat.com. Nou, zoals je al kon zien, je nieuwe mailtjes kan je dus insturen naar insturen@hoegaatdat.com. Probeer de mailtjes wel wat korter te houden, want in de livestream is het lastig om het hele mailtje te typen. Dus hou die mailtjes nog compacter. Dan zien we jullie volgende week, donderdagavond of gewoon hier op de zondag. Wat je zelf wil. Er is genoeg keuze. Ik zie jullie volgende week.